Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op Kafloris en vandaag spelen we Clash of Clans. Sorry dat er gisteren een Clash of Clans video online kwam, ik had net gewoon niet genoeg tijd. Dus vandaar dat er vandaag een Clash of Clans video online komt. Ik zit op mijn account, we gaan echt iets mega's zieks doen. Er is wel wat veranderd, ik zal even naar mijn Progress Base gaan. Ik heb nu al mijn elixir stoortjes of level 12 of ze gaan naar level 12, dus dat is super tof. Ik heb de duister elixir tank even verplaatst, want die bleek al max level te zijn. Dan hebben we drie kampen die naar max level gaan. Alle barracks zijn klaar of bezig, dus dat is ook super chill. En het ziet er nu allemaal nog zo uit. Ik heb dus de burgerstoren level 11, kanon level 11, Tover de Storen 6. En ja, het gaat allemaal steeds beter. En nu in mijn laboratorium. Oh, die is vrij. Wat? Dat had ik niet echt helemaal gepland. Maar dan gaan we zo even bekijken hoe we dat gaan doen. Oké, dan komt er wacht. Ik heb iets in mijn hoofd. Maar ja, deze video ging eigenlijk eerst om de Queen. Want wij gaan de Queen flink upgraden. Ik zal haar eventjes hier neerzetten. En het wordt mega, mega ziek. En daarna gaan we ook twee Queens aanvallen doen. Want als het goed is, kan ik de Queen naar level 50 gaan. Daar komt ze aanlopen. Ze begint namelijk op level 47. Maar als het goed is kunnen we haar 50 doen. Denken jullie, hoe kan dat? Nou, let op. Dan gaan we eerst. Boom. Dark Elixir. Ja? Dan gaat ze naar 48. Ja? Dan gaat ze naar 48. Jongens, let's go. Boom. Boekie. Pats. Ze is 48. Huh? Maar we hebben een hamer. Boom. Boom. Opeens 49. En dan gaan we hierheen. Ja, het gaat lukken, jongens. Boom. Kopen we de heldenhamer. Boom. Gooien we de heldenhamer. Queen is level 50. Insane, jongens. En wat ik nu dus ook ga doen, is eventjes dit vullen. Bam. Dark Elixir vullen. Dan doe ik eventjes dit. En dan ga ik even mijn bedspel upgraden. Want ik wil met P.E.K.K.A. bedspel bowlers gaan spelen in de toekomst. Dus daarom ga ik nu even mijn bedspel upgraden. En dan heb ik die Dark Elixir gebruikt. Dan kan ik nog even dit boosten. Zo. En dan hebben we nog 104 Dark over. En we hebben een bouwvakker over. En dan hebben we bijna genoeg om de King te doen. We doen nog niet de Nobele Wachter. Want ik wil eerst even met mijn Elixir. Nou, wacht trouwens. Ja, eerst wil ik even de legerkamp doen. Dus daar wacht ik nog even mee. Maar wij gaan met onze level 50 Queen. Insane, hè? Niet normaal, jongens. Level 50 Queen gaan wij battles doen. Ik ga mijzelf ook weer op groen zetten. Want wij gaan onze Queen natuurlijk niet meer hoeven te upgraden. En mega ziek dus dat mijn Queen level 50 is. En wij gaan twee verschillende battles doen met mijn Queen. Oh mijn god, deze gaan we gelijk doen, denk ik. Deze is wel heel moeilijk. Lava Loon doe ik echt nooit. Ik wil eigenlijk een iets makkelijker. Ik denk dat dit helemaal misgaat. Want ik speel met Lava Loon. Gaan we spelen. En ik heb daar nog niet echt filmpjes van gekeken. Ik weet niet precies hoe het moet. We gaan gewoon een beetje kloten. En we zien het allemaal wel. Gewoon, het gaat om de Queen level 50 natuurlijk. Maar we gaan één avond doen met Lava Loon. En hierna gaan we een avond doen met, als het goed is, Ice Golem, Bowlers, Witches. Dus dat zijn twee mega leuke aanvallen, ook voor jullie om naar te kijken. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En heel veel mensen zeiden ook in de comments dat ze wat meer bouwvakkerszaal wouden zien. Ik vind dat zelf, of bouwvakkerszaal, heet dat zo? Ik bedoel in ieder geval die andere base. Ik vind dat zelf wat minder leuk om te spelen, maar als jullie dat echt willen zien, kan ik dat zeker weer wel gaan doen. En ik wil binnenkort ook weer een nieuwe Pro vs Pro video op Clash of Clans gaan uploaden. Maar wij gaan even kijken hoe dit allemaal gaat verlopen. Ik heb heel veel zin in een tegenstander. Ik wil echt eventjes heel graag iemand volledig platbranden. Die eerst was mega ziek, maar ja, het was bijna max 911. En natuurlijk op een gegeven moment moet ik dat wel kunnen. Maar ja, mijn woorden is nog heel laag. Ja, en ik ben niet heel goed met Lavond. Daar ben ik eerlijk in. Ik zou met die andere. Oeh, mijn god, deze moet ik aanvallen. Oeh, dit is mega ziek. Waarom is het mega ziek? Nou, dit is mega ziek omdat de Inferno's en de X-Bows en de Eagle Artillery niet werkt. Oké, dit wordt mega ziek. Oké, dit moeten we heel goed spelen. We moeten hier een mooie funnel. Want weet je wat ik wil? Ik wil die Queen dood hebben. Dus ik ga eerst met mijn King. Oké, die King die moet even een funnel bereiken. Let's go. Dat gaat allemaal super. Dan ga ik even kijken of ik met mijn Hog Rider. Nee, dan kan ik nooit naar de Lekker stil. Nee, dat kan niet lukken. Dan doen wij de Queen ongeveer hier met 5 healers. En dan wacht ik even tot de kanon ook op haar schiet. En dan gaan we eventjes. Ja, dan gaan we even dit doen. Zo, dan hebben we alleen geen muurbrekers. Oeps. Ik ben iets vergeten. Dat is muurbrekers. Oh nee, ze gaat om. Ja, ze gaat om. Oh, kom op. Ja, ze gaat omlopen. Oké. Nog niet een man overboord. Wat wij nu gaan doen is
via deze kant. Oh mijn god, waarom ben je zo dom? Waarom ben je zo dom? Waarom ben je zo dom? Tat. Oké, ik doe dit nooit, jongens. Ik doe dit nooit. Ik weet het. Hoppatee. Tats. Boom. Zo. Dan doen we minions erachter. Ja, dan gaan die healers nu al dood. Dit moet even op gaan schieten, anders heb ik niks meer aan mijn queen. Walk. Daar doe ik even een rage. Dit ziet er niet heel goed uit. Oh, wat ben ik slecht in aanvallen. Bam. Klap ik hier even mijn ability. Ah, op zich valt het misschien nog best wel mee. Het valt op zich... Het is een hele slechte aanval, dat klopt. Maar het valt misschien nog wel mee. En ik heb ook helemaal... Ik moet dit even openmaken, want er komt een lavond uit. Jullie moeten even gaan blokken voor alles. Ja, waarom ik ook dat niet eerder heb gedaan, weet ik ook niet. Boom, hier gooi je nog even een rage. Spel op zich. Die queen is nu eindelijk naar binnen aan het gaan. Maar ik had die enemy queen, maar ik was helemaal vergeten dat ik natuurlijk dan bommenleggers nodig had. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Wat wel chill is, is dat we in ieder geval die minions daarboven nog hebben. Die gaan... Ja, echt heel veel pakken. Die gaan sowieso dit al die elixir pakken. Op zich, misschien gaat dit nog wel... Misschien wordt het nog wel een 3 crown. Ja, het spijt me, jongens. Ik val nooit aan met die lavaloon. Misschien is dit wel de slechtste lavaloon die je ooit in je leven hebt gezien. Dan accepteer ik. Dat klopt ook waarschijnlijk wel. Maar op zich, ja... We hadden dit zoveel... Met zo'n Jibo, met die andere avond die we nu gaan doen... Kunnen we dit echt makkelijk 3 crownen. En met 3 crownen zelfs dit ook. Met zo'n slechte avond. Maar ja, weet je, boeien. Maakt allemaal niet uit. We hebben alle loot verzameld, wat super chill is. Want ik wil nu denk ik met mijn Dark Elixir... Wil ik gewoon continu mijn king blijven upgraden. En dan wil ik als mijn legerkampen klaar zijn... Dan wil ik in het lab wil ik gaan beginnen met Elixir upgrades. Maar die duren zo lang dat ik in de tussentijd ook wel ruimte heb om de Grand Warden te doen. Want die Grand Warden moet natuurlijk ook zo snel mogelijk naar level 20. Maar dit is een heerlijke aanval. Hebben we chill gedaan. Nou, het was een hele slechte aanval. Maar het was ook alweer chill. Omdat we mega veel loot verzameld hebben. Moet je kijken dan. Echt insane. Dat vind ik bijna nooit zoveel loot. Ik zal nu even een... Ik zal zo mijn armen laten zien. Maar we gaan nu even een andere... verzoeken. Dan doe ik even die weg. Dan gooien wij Valkyries hierin met... doen we even met... Oh, nee. Ik wil wel Valkyries. Valkyries met barbaartjes. Ja. Dan doen wij dubbele freeze. En dan doen we een car. Oh, nee. Oh, wat doe ik nou? Ja, dan moet ik het weer opnieuw doen. Oké, wacht. Valkyries, let's go. Barbaartjes, let's go. Die, nee, ik deed net geen rage. We doen 2 freezens en we doen een karretje. Dat is wel handig. Let's go, bam. Gaan we dit even zoeken. En als ik mijn klankenstil heb, dan ga ik eventjes nog een aanval doen. Ik zal dit even ophalen. Ja, kom maar binnen, dankjewel. Dan hebben we nu natuurlijk wel 1 bouwvakker over. En wanneer komt de volgende? Over 1 dag 20 uur, ja. Dus dan denk ik dat het wel handig is dat ik mijn king ga doen. Dan ga ik toch mezelf weer op rood zetten, want ik ga zo mijn king upgraden. Dat duurt nog wel... 10k, maar dat is dan niet heel erg. En ik ga nog even 1 muurtje upgraden, want ik ben toch met gold upgrades ben ik wat langzamer. Dan ben ik nu eerst dus die gold storages aan het doen. En daarna ga ik nog deze doen, maar die zijn relatief best wel goedkoop. Dus ik kan, met gold ben ik nu vooral die muurtjes aan het upgraden. Is hier nog iets zieks? Het is weer tijd voor clan spelen. Oké, dat is nice. Wat zullen de clan spelen awards zijn? Beloningen. Even kijken. Vechtboek is heel chill voor mij, jongens. Vechtboek is echt heel chill voor mij. Elixir rune ook. Oké, let's go. Ik moet even zorgen dat ik 40 punten ga halen. Dat gaat wel goed komen. Maar ik switch even van base. En ik ga even wachten tot ik een klankensteel ontvangen heb. Dit is weer een zieke base. En we gaan aanvallen. Wel is daar een Eagle Artillery. Maar de Infernatoren staan uit. Dus ik heb wel hoop voor deze attack. Oké, hoe wij dit gaan doen is... Eerst eventjes zo doen met... Diddy en Diddy. Zo. En dan die met Diddy en Diddy. En dan in het midden. Dan met de car. Dan met polertjes erachter. Met witches erachter. Met mijn queen level 50. Let's go. En dan gooien wij een rage hier zo. En als die Eager Tillery 1 keer geslagen is. Nu de klap ik nu de heal. Let's go. Alles wordt weer heerlijk geheeld. Hoppatee. Eager Tillery. Geen nut. Let's go. En dan gaan we nog... Heel wat freezes. Oh, ik had misschien Eagle Artillery kunnen freezen. Was dat een idee geweest? Waarschijnlijk wel. Ik freeze in ieder geval nu dan maar... Ja, wat moet ik freezen? Ik heb 3 freezes, maar ik weet niet eens iets wat ik moet freezen. Nou, freezen we dit eventjes maar. Ik weet niet. Hoppatee. Ja, een mortier. Heel goed, Floris. Hele mooie freeze. Oké, gewoon hier maar een heel. Oh, heerlijk jongens. Heerlijk deze aanvallen bij mij toch op mijn kanaal. Jongens, genieten jullie van aanvallen? Ik denk het wel. Boom, dit is wel een goede freeze, denk ik. Ze waren alleen nog niet...
Ze waren alleen nog niet bezig met schieten, maar op zich een X-bow, een bomtoren en een kanon zijn goeie. Dus ik gooi hem nog een keer neer daar. Let's go. Ja, dit is wel de beste. De derde freeze was het beste. Even kijken, we hebben nog één ice golem levend. Ik zie nog 3 witches en daar nog 2 witches. Oeh, nog een freeze van de ice golem natuurlijk. Dat was mega sterk aan die hele ice golem. Ook daar nog 2 witches. Hé, hey, die witches hebben het beter overleefd dan de bowlers, zo te zien. De bowlers zijn echt allemaal dood. Maar de witches zijn echt levend nog. Daar heb je nog 2 witches. Daar nog 2 witches. En daar nog 2 witches. Daar nog letterlijk 8 witches nog levend. Maar ja, we gaan eventjes de Queen's Ability gooien. Queen 50 wel echt mega ziek. Daar ging natuurlijk deze video vooral om. Dat ik gewoon de Queen level 50 bereikt heb. En oh, moet je kijken hoeveel er nu af gaat stormen. Wie gaat hem pakken? Wordt het de Queen? Nee, de Witch heeft hem gepakt. Mega zieke aanval. Dat was wel een makkelijke aanval. Maar echt insane veel loot. En ik zal nu wel weer eventjes gewoon mijn Iedraken trainen. Gewoon voor loot. En dan heb ik nog steeds niet genoeg. Ah, oh, nee. Dat is... Oh, nu wel. Nu wel. Nu wel. Let's go. Volgens mij nu wel. Volgens mij nu wel. Heb ik genoeg voor mijn King. Ja, let's go. De King kan naar 38. King gaat dus nu naar 38. Super top. Dan was dit de video. Ik zal nog heel eventjes laten zien hoe het met mijn builders al gaat. Heel veel mensen vragen daar dus heel erg naar. Kijk, ik heb mijn mortier heb ik gemaxed voor mijn bouwerszaal. Ik weet, je kan bouwerszaal omhoog gaan, maar dat vind ik niet leuk. Ik hou echt van maxen. Voor de rest is mijn Nightwitch level 3. En de boogtoren zou ik nu eventjes gaan upgraden. Boom, en dan gooi ik hier even een boost. En voor de rest, hier kan je een beetje zien. Ik heb nog 2 elixirpompen, 2 goudmijnen. Gevechtsmachine moet ik natuurlijk doen. De hero. De goudkuis 2 keer. Vermorselaar moet nog. En dan mega mijnveerval. Bam, 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 bam. Al deze zooi moet nog. Echt heel veel. Het duurde heel lang om deze te maxen. Maar jongens, ik ga hier bij de video eindigen. Ik hoop jullie genoten van de video. Ik heb in ieder geval wel... Zo, ik heb in ieder geval wel genoten. Ik zie jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. En tot dan, mensen.